Stel, je bent op een verjaardag en dit gebeurt. Hi, Sophie. Chris. Hi. Wouter. Sophie. Kom ik zien. Hoi. Hey, hoi. Irene. Sophie. Bart. Hoi. Hoi. Hi, gefeliciteerd. Floriet. Pascale. Sophie. Oh, en ik ben het nu al allemaal vergeten. Hoe kan ik daar nou beter in worden? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Boris, jij als geheugenwetenschapper weet vast hoe het komt dat een voorstelrondje zo weinig indruk maakt. Het heeft veel met aandacht te doen. Je gaat jezelf voorstellen en luistert misschien niet even goed naar de andere namen. Sowieso is voor jouw hersenen zo'n naam echt alleen een geluid. Die betekent eigenlijk niks. Misschien komt het nog goed als het een naam is die je al eerder hebt gehoord. Nou, ik kon jouw naam best wel makkelijk onthouden, want ik ken nog een Boris van de middelbare school. Dan is in dit geval in jouw lange termijn geheugen iets geactiveerd worden, waardoor je de naam dan toch kunt onthouden. En wat is dat iets dan? Ja, dat iets, dat zijn neuroverbindingen. Dat zijn echt verbindingen tussen delen van jouw hersenen of tussen verschillende cellen. Daar wordt dan continu informatie gedeeld. En je sterker de verbindingen zijn, je sterker is ook jouw geheugen. Dus als ik namen wil onthouden, moet ik zorgen dat ze in een van mijn neuroverbindingen worden opgeslagen. Ja, dat zou optimaal zijn. Maar helaas gebeurt dat niet vanzelf. Je moet en kan er echt iets voor doen. Maar als je gewone namen hoort die je niet al kent, dan is het lastig. Misschien minuten later heb je het al weer vergeten. Je hebt het namelijk nooit echt verwerkt. Het is nooit van de werkgeheugen in de lange termijngeheugen binnengegaan. En dat gebeurt aan het lopende band. Of weet je nog wie je tegenkwam als je hier naartoe gefietst bent? Nee, eigenlijk niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet alles wil onthouden. Ja, dat klopt natuurlijk. Ons geheugen is heel slim in dat het ook dingen gaat vergeten. Dat is nodig. Maar ja, de namen van de mensen van de verjaardagsfeest, dat zou toch wel fijn geweest zijn. Dat zou inderdaad wel fijn zijn, maar hoe doe jij dat dan? Doordat ik het wel de aandacht geef, dat ik de naam versta en gelijk hardop zelf uitspreek, dat ik de naam gebruik. En daarna moet ik het nog door mijn innere oog laten gaan, ik moet een beeld verzinnen. Zeg, ik ontmoet je, dan zeg ik, Sophie, leuk dat je hier bent. En dan verzin ik in mijn hoofd dat je iemand bent die het hier echt niet zo fijn vindt. Het is zo vies. Ja. Maar zeg, daar war Bart. Dan zeg ik, hi Bart. In mijn hoofd denk ik, oh, die wil heel graag zo'n mooie Vollbart hebben. Maar het lukt nog niet zo. Mm-hmm. Ja, en dat war Wouter. Wouter in mijn hoofd, zie ik altijd het woord wow, als hij iets zegt. Wouter. En dan denk ik, Irene, die denkt ook dat we iets vies denken. En rent heel snel weg. Je bent dus eigenlijk heel bewust namen hardop aan het zeggen en ezelsbruggetjes aan het maken op basis van beeldassociatie. Heb je ook nog andere handige methodes? Goed slapen. Slaap is echt belangrijk voor ons geheugen. Omdat tijdens slaap geheugen geconsolideerd wordt, zo noemen wij het. Dat betekent dat informatie van de korte termijn geheugen in de lange termijn geheugen binnengaat. Het is een heel belangrijke proces, omdat die eigenlijk beslist wat wij aan de volgende dag nog weten of niet. Oké, dus na die verjaardag moet ik genoeg slapen. Maar hoe zit het dan met onbenullige details? Want ik kan me soms echt de stomste dingen herinneren, terwijl ik niet meer weet over welke persoon het ging of welke situatie. Dat heeft te maken met het limbische systeem. Een binnenliggende regio van ons hersenen, die heel belangrijk is voor emoties en geheugen en de combineren van de twee. Dus als iemand bijvoorbeeld een vlek op zijn shirt heeft. Dat is misschien grappig of opvallend of je schrik ervan. En dat zijn allemaal emoties en dat blijft hangen. Die niet nuttige details, dat zijn vaak grappige, verbazingwekkende of opvallende dingen. Dus een naam valt niet echt op, maar een vlek wel. Dus daarom onthoud je de vlek wel, maar niet welke naam erbij hoort. Precies, of de zware Duitse accent. Dat zou kunnen, ja. Dus een naam koppelen aan een gek kapsel of een vreemde vlek. De naam hardop zeggen of er gewoon een heel verhaal omheen fantaseren. Dat is hoe jij binnen de kortste keren alle namen op een verjaardag onthoudt. En dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan hier om te abonneren of hier om er nog veel meer te bekijken.